Jij was bang dat de mensen jou zonder pijp niet zouden herkennen? Nou, feit is dat wanneer ik over straat loop met pijp, dat ik dan vaker herkend word dan zonder pijp. Dus het zit wel een beetje aan me vast, vrees ik. Ja. Je hebt nog een mooie map voor ons gevonden, hè? Ja, dat is echt in het begin van mijn loopbaan bij de televisie heb ik dat wel redelijk bijgehouden. Maar op een gegeven moment maak je zoveel, dat kan het niet meer te doen natuurlijk. Ja. Maar het begint in 73. En wat deed je in 73? Ik was journalist eigenlijk bij de Tubantia. Maar ik schreef het script voor een soort van kruising tussen drama en comedy. Nou ja, het heette De Draagbare TV van Simon Kelderman en het heeft de buis nooit gehaald. Maar het was wel al tv. Het was wel al, ja, nou ja, ik had eigenlijk op het moment dat ik als journalist van de Tubantia de studio's in Hilversum aandeed, bezocht en mensen interviewde en zo. Toen had ik al het idee, ik wil regisseur worden. Dat leek me echt wel het leukste, dat was de dirigent van het orkest. Het leukste vond ik wel dat je toch zo'n ploeg van een mannetje of, wat zal het zijn, 15, 16, op één lijn weet te krijgen, dat je mooie dingen met elkaar weet te maken, dat je tevreden bent na een hele mooie top-up opname of tevreden bent na een live aflevering van een soundmix show. Ja, het is een clubje, het is een familie, maar tegelijkertijd ben ik wel de baas op zo'n moment en dat vond ik ook wel prettig. Ga jouw handen jeuken als je dit ziet? Nee, maar het is onvermijdelijk dat je het in de gaten houdt. Ik bedoel, ik weet dat hij ons maakt. Ja. Die jongen daar in het midden, die heeft de meest de vrije rol, zal ik maar zeggen. En hij houdt jou in de gaten en 3 shots. Dus ik weet dat ook wel. Ik weet dat als jij straks over mijn boek begint, dat ik dat op die camera omhoog zal houden. Ik bedoel, niet op die, want die meent mij. Dus je bent er wel mee bezig, maar niet op een manier dat ik me ermee kan bemoeien nu. En waar ben jij dirigent daar in het boek? Hoe lang moeten we daarop wachten? Nou, niet eens zo vreselijk lang. In het begin heb ik dan wat teksten geschreven voor programma's bij de Tros. Een programmaatje bedacht. En op een gegeven moment heb ik mezelf naar binnen weten te wurmen bij Topop. Door met de toenmalige eindredacteur van Topop, Geert Popma, goede naam, een gesprek te hebben en te zeggen, god, ik zou best wat meer voeding willen geven aan Ad Visser voor de teksten die heeft. Dat kon beter, vond ik. Alleen maar van 16 naar 3 en dan er moest wat meer informatie bij komen, vond ik. Nou, dat vond Geert wel interessant, maar ja, daar hadden ze geen budget voor. Dat stond er niet. Wie heeft het over het budget? Dat doe ik gratis. Dus dat heb ik een tijdje gedaan, een paar maanden. En op een gegeven moment moest er een nummer van Rob ten Nijs last minute worden opgenomen. En ik was vrij, dus ik zei, nou, kom op. Het was dat nummer van de Jomme. Nee. Leek al zomer, toch was het pas eind mei. En daar zijn fotografische bewijzen van, of? Er zijn, ja, er zijn bewijzen van dat ik top op gedaan heb. Ja, hier zie ik datum 1977. En tegelijkertijd begon ik bij Veronica ook een beetje dingen te doen. Dus ik wist het te combineren. 2 opdrachtgevers, dat is altijd heel handig als je freelancer bent. Want inmiddels kreeg je er wel voor betaald. Ja, dat is gelukkig wel het geval. De Topop, dat was gewoon 1 of 2 dagen in de week bandjes playback in beeld brengen. Dat is allemaal een stuk minder spannend dan iedereen altijd denkt. Hier is de sensatie van 1974, de Rubettes. De winnaar van het Eurovisie Songfestival die stond de volgende ochtend om 9:30 meteen in de Topop studio. Maar goed, bij Topop kreeg je alle grote acts voor je neus. Ja, ga me alsjeblieft niet vragen welke. Mensen als David Bowie langs geweest, ABBA is er geweest, nou ja, noem ze allemaal maar op. Heel veel. Hier heb ik Hot Chocolate. Nou, als dat niet beroemd is. En ik zag net een interview met Björn en Benny van ABBA. Nou, dat is ook niet gering, toch? Het was eigenlijk het was allemaal hetzelfde. Ik bedoel, het stond dan om 9:30 kwam de eerste en om 11:00 de tweede. En die deden hun playbackje en ik keek hoe het eruit zag en ik bepaalde mijn shots. En we gingen het een keer repeteren en een keer opnemen en misschien nog een keer opnemen.
Maar dan waren ze alweer de studio uit voordat ik ze had kunnen bedanken voor hun aanwezigheid. Ja, op een gegeven moment dachten ze van ja, als we nou wat clips gaan maken, dan hoeven we helemaal nergens meer heen. En dat is in wezen ook de dood van Topop geworden. Overwege jaren 80 begon ik het allemaal een beetje gesapig te vinden in Hilversum. Zo van, oh, maakt niet uit of je programma scoort, maak gewoon 8 afleveringen en volgend seizoen maar weer of zo. Ja. En toen ben ik dankzij Henny Huisman bij Joop van den Ende terechtgekomen. En dat was natuurlijk wel even een ander spelletje wat daar gespeeld werd. Daar ging het om de knikkers en niet om het spel. Ik had hem ooit ontmoet bij, in een nachtclub in Rotterdam, waar hij de Soundmix Show presenteerde. Of de Playback Show heette dat toen nog overigens. En toen heb ik een ontzettend leuke avond met hem gehad. En toen zei hij van, luister, ik heb nu een tegen zijn pensioen aanlopende KRO-regisseur. En als ik de moed krijg om naar Joop te stappen om die man te vervangen, dan zeg ik dat jij mij moet gaan regisseren. Nou, er wordt veel geluld in dit vak, zoals je weet. En, maar dat was niet het geval bij Henny. Die heeft zijn woord gehouden. En die is op een dag inderdaad naar Joop gestapt en gezegd, ik wil Bert van der Veer. Toen ben ik de mini-playback show gaan doen en de Soundmix Show. En dus nee, Joop zei, dat is oké. Hij zei, kan je er tegen als de producent zich met je regie bemoeit? En mijn enige denkbare antwoord was van, als die gelijkheid wel. Nou, Joop dacht van, je moet je sterren altijd even tevreden houden. Ik zet die gozer op de mini-playback show deze zomer. En waarschijnlijk zal hij er wel door het ijs zakken, gezien de grootheid van Aalsmeer. Maar ja, dat was niet zo. Ik had gewoon weer luf, maar nu de helft kleiner. Dus het was voor mij gewoon net als Topop. Het was helemaal niet ingewikkeld. En ja, toen mocht ik dan toch de Soundmix Show doen, want ik had het niet slecht gedaan met die mini. En hoe zag je eruit toen? Want dat hebben we nog niet gezien. Nou, hier ben ik bijvoorbeeld. Ja, als ik er naar kijk, is het een jochie. Met pijp, vaak. Toen al? Ja, gewoon op de studiovloer, dat kon ook nog gewoon. Nee, ik heb leuke dingen gedaan in die tijd. Kijk, heb je een pijp. En dat moet wel een lolletje blijven? Het schrijven was dat. Ik heb over televisie geschreven, een aantal boeken, een stuk of 5, 6. Maar ook in. Begin van de jaren 70 een paar thrillers, een paar spannende boeken. Maar dat zag ik duidelijk als een sidestep. En dat bedoel ik waarschijnlijk met, het moet wel een rolletje blijven. Ja, en daar heb je een kastje vol van, hè? Ja, van mijn eigen boeken. Dit zijn dan televisieboeken. 65 jaar tv, biografie van Rob Oud, biografie van Patricia Pai, de magie van Studio Aalsmeer. Nou, en hier is wat, kom je wat meer in de fictiesfeer terecht. Dus ik heb ze niet geteld, maar het zijn er iets meer dan 20. Het is toch een mooi oeuvre bij elkaar? Dat is een mooi oeuvre bij elkaar. Dat heeft nog vette bestseller bij moeten zitten. Maar mijn best verkochte boek is Patricia Pai. Ik geloof 10.000 exemplaren of zo. En die televisieboeken, die komen netjes uit de kosten. Is dat dan jammer? Natuurlijk, als je schrijft, heb je de ambitie om een boek te maken dat ja, het land op zijn kop zet, om het zo maar eens te zeggen. Dat bedoel ik ook, omdat je natuurlijk met de televisieprogramma's enorm bereik hebt gehad. Zeker, nog in de tijd dat er 4 of 5 miljoen kijkers voor de Soundmix Show waren. Dus, ja. Maar ja, je bent je niet bewust dat 1500 mensen een boek van je lezen, maar je bent ook niet bewust dat 4 miljoen kijkers naar je programma kijken. Dat is toch gewoon, in alle gevallen, gewoon werk. Maar ik denk dat je de volgende ochtend van Joop van den Ende wel hoorde hoeveel er hadden gekeken. Sterker nog, dan werden de bloemen bezorgd. Als het een record was of zo, dan stond de bloemenman voor de deur om 9 uur.